Blankenbergen, Blankenbergen! Ik heb zo een licht vermoeden, Willy, dat we er allemaal klaar voor zijn. Dus kunnen we maar beter meteen onze eerste Vlaamse artiesten op het podium uitnodigen. Inderdaad, Anne. Hoog tijd om opnieuw jullie avond te kleuren met de top 10 van de meest legendarische momenten uit de zomer van 2004. Op nummer 10 gooien de kapiteintjes van K3 hun anker uit in Blankenbergen. Oeh. Ook een goed nummer voor aan de zee, hè? Zo dingen die iets met de zee of met water te maken hebben, zijn toch altijd beter aan de zee, hè? Ise, de mannen van Zuid-Afrika, joh. Godverdomme, ik woon nu in Zuid-Afrika en die eten daar elke dag olifant. Lekker, hè? Met patatjes erbij. Heel goed, joh. Je moet een keer afkomen. Ik had wel een boon voor Katleentje. Ik vond Katleentje wel koket eigenlijk. En niet veel meer dan dat. Oh la la. Hola. Ja, dat vond ik altijd wel tof zo. Met de matrozen, alle de kapiteinspakjes zo. Het loveboat thema eigenlijk, hè. Wist ook geen spaghetti eten voor op podium gaan. Madame zwanger, hè? Dat was hij juist zwanger van ons Nanu. Manneke toch. Die heeft toen ook, ja, zoals elk jaar gingen die op tournee en dat was honderden shows op een jaar. En ons madame heeft heel die tournee uitgedaan. En dat was toen op podium, en dat podium stond schuin. Met stukken die soms recht kwamen, zo. Dat was het heel... En op het einde, ja, moest hij echt op een stoel gaan zitten, maar heeft alle shows meegedaan. Op de negende plaats staat een hechte...